mensen, mijn naam is Dylan en welkom weer terug in een nieuwe Mindtopia wijnkanaal. Laten we er meteen gaan beginnen, want ik ben er helemaal klaar, jongens. Ik zit nu al een tijdje in Mindtopia. Ik woon hier nu al een week en ik word er helemaal gek van, jongen. Dan ben je die Mike DDG Love natuurlijk weer. Die werknemster van dat afzetterij van een vieze... Ja, van die kleding natuurlijk. Ik heb laatst een shirtje bij ze gekocht. Het kostte 50.000 euro. Zo ongelooflijk veel. Stel dat je afzet, dus het eten hier kost 5 euro voor een fucking broodje. Ik ben gewoon helemaal klaar mee. Ik word een beetje gek van Mindtopia, jongens. Want ja, ik ben een beetje helemaal verstrooid. Ik heb het een klein beetje allemaal gehad. Want jongens, het gaat niet zoals ik had gewild. Zoals jullie, ik had gigantische plannen. Ik wou heel veel dingen doen. Heel veel dingen regelen en jullie hebben heel veel vette reacties achtergelaten. Ga er vooral mee door. Maar ik heb zoveel dingen heb ik aan mijn hoofd, jongen. Echt ongelooflijk. Want ik ga even bij het begin beginnen. Ik moet mezelf even kalmeren. Goed, laten we daarmee beginnen. Goed, hier is het vuile, stomme, klote bedrijf hier. Stomme wetshuis van die domme burgemeester van de Vakenhof. Nou goed, in ieder geval, ik zal het even laten zien. Dit is mijn appartementencomplex. Ik had laatst natuurlijk al die 3 plots gekocht. Naast elkaar dus 1, 2 en hier plot nummer 3. Want dat heb ik hier neergezet, een appartementencomplex. En het appartementencomplex is hartstikke een tof idee van mij geweest. En ik heb er 150.000 voor neergeteld. En dan kreeg ik dit gebouw. Ja, ik weet al niet waarom. Ik heb er 150.000 betaald. En ik krijg een gebouw wat eruit ziet wat gesteen gemaakt is en van hout. Dan denk je van afstand. Als je het ziet, denk je, godverdomme, wat een foei lelijk gebouw. Maar als je binnenkomt, moet ik zeggen, het ziet er niet slecht uit. Hè? Ik bedoel, als je binnenkomt, heb je best wel een groot stukje huis. Een best wel grote kamer, een studiootje. En die kost maar 1000 euro per week. Ja, dan kan je eigenlijk, als je in Mindtopia bent en je hebt geen geld, je hebt weinig geld, is het heel mooi, een hele mooie oplossing. Want je wilt toch wel een huisje hebben. Om in een startershuis te wonen is geen goed idee, want dan neemt niemand je serieus. Dus op zich, ja, dat ging wel lekker. Maar dit ging niet zonder slag of stoot, hoor. Nee. Als eerste moet ik natuurlijk langs die stomme, domme wethouder van een Kees. Dat jullie gezien hebben in de volgende aflevering. Nou, Kees had ik in mijn broekzak. Die kon ik zo meenemen. Hartstikke flat. Zo geregeld. Kees kon ik heel makkelijk ompraten. En ja, gewoon alles goed gekeurd. Maar toen moest ik langs die gast van een Vakenhof, die burgemeester. En ja, ik had een plan bij hem neergelegd, maar nee, het mocht niet. De burgemeester Vakenhof deed weer lastig, deed weer super moeilijk. En dat vond ik super klote. Dus je hebt het gezien ook, ik vond het echt overal moeilijk over. Maar goed, in ieder geval, mijn appartement staat. Buitenaf is het niet heel erg super mooi, maar het is wel geregeld. En er kunnen al mensen wonen, want ze hadden 2 huizen al verkocht. Of verhuurd. Dat is hartstikke toppie. Maar ik word een beetje gek, jongens. Want echt, ik ga een geheimje met jullie delen. En dat is best wel iets wat lastig is. Ben ik vriendjes met die gozer van... die van de bank. Hè? Dat is David. Is dat David van de bank? En hij heeft me gewaarschuwd dat ik een beetje op moet passen met wat ik doe in de server. Want ik heb heel veel geld. En blijkbaar zijn andere mensen hier allemaal arme sloebers. En er wordt heel erg naar mij gekeken wat ik doe. En daar word ik een beetje scheidziek van. Maakt niet uit waar ik loop. Altijd politie bij me. Altijd word ik in de gaten gehouden. En ik heb al een aanklacht tegen mij. Want ik had te veel geld gedropt op de bank. Mag je niet meer rijk zijn in de stad? Mag je niet rijk zijn? Nee, het mag niet hier in Mindtopia. Ik ben helemaal klaar mee, jongen. Echt waar. Die gasten allemaal moeilijk doen. Ik ben aangeklaagd. Nou, de politie is al niet langs geweest. Nou, zolang zij mij niet oppakken, ga ik ook doen alsof mijn neus bloedt. Alsof ik natuurlijk van niks weet. Want er wordt alleen maar gevraagd, hoe kom je aan het geld? Ja, rol toch lekker op. Laat me met rust. Ik vraag ook niet hoe jij aan je lelijke vrouw gekomen bent of zo, weet je. Laat me met rust, man. Hoe moet je met je eigen lelijke vrouw of zo, weet ik het. Ik word er een beetje gek van ondertussen. Dan heb ik ondertussen ook eindelijk mijn nachtclub afgekregen. Deze prijs heb ik kunnen kopen hier bij de IKEA voor 6.000 euro. Ja, ik heb hem een beetje afgezet. Degene van de IKEA was niet zo slim. En die heeft allemaal aangepraat voor 6.000 euro. Heb ik het allemaal kunnen verkopen. Aan mij kunnen verkopen. Maar wat gebeurt er nou? Ja hoor, krijg ik weer geklaagd. Je hebt te weinig betaald. Dus ik zeg, ja hallo. Weet je, waarom doet iedereen zo moeilijk? Ik heb niet te weinig betaald. Die gast van de IKEA me dit toch verkocht? Dat is wel onzin. Wordt de politie er weer bij gehaald omdat ik iemand opgelegd heb. Maar dat is niet waar. Want ik heb gewoon gezegd, nou, dit is wat ik wil betalen. En dan ging hij het mee eens, de eigenaar van de IKEA. Dus het is niet mijn fout. Maar toch word ik hier de hele tijd genakt op de server. Elke keer in Mindtopia, het mooie stadje. Ik dacht van, ik ga hier lekker wonen. Maar het is niet. En ik ben dus inderdaad gewaarschuwd. Gelukkig heb ik weer een goede vriend genaamd. Dus David. David, die heeft mij gewaarschuwd van, hey, pas even op met wat je doet. Want je wordt in de gaten gehouden. Hij zegt, niet zeggen dat ik het gezegd heb. Maar je wordt in de gaten gehouden. Dus voor nu, moet ik mijn geld maar een beetje op zak houden. En niet zoveel spenderen. Want blijkbaar valt op in de stad. Je hebt natuurlijk 4 plots gekocht. 4 grote plots.
valt heel erg op wat ik aan het doen ben. En dat is niet mijn bedoeling. Ik heb heel veel geld. Dat is super duidelijk. Ik ben de rijkste van, volgens mij, van iedereen in dit hele stadje. Ik ben de allerrijkste. Ik heb 500.000 euro heb ik nog. Ik heb al 400.000 uitgegeven. En blijkbaar krijg ik daar problemen mee. Want ja, je kan niet zomaar zoveel geld hebben. En natuurlijk heb ik niet zomaar zoveel geld. Dus dat is wel een beetje gevaarlijk. Dus ik moet goed opletten op wat ik nu aan het doen ben. Dus vanaf nu ga ik ietsje rustiger aandoen met mijn geld. Anders kom ik in de problemen en daar worden we allemaal niet vrolijk van. Nou goed, ik was eigenlijk aan het twijfelen om dit plotje te kopen. Want ik wou een vijfde plot, hè. Dat heb ik gevraagd bij burgemeester Vaakhoff. Maar ik moest een aanvraagformulier invullen. Toen heb ik gedacht, nu heb ik iets van, ja, dikke doei. Als ik nu een vijfde plot koop, krijg ik sowieso weer gezeik natuurlijk. Dat is één. Dan moet zijn alweer van me. Suus, ga toch weg, man. Ik heb geen tijd voor jou, joh. Godverdomme. In ieder geval, ja, ik wil dus een plotje kopen. Maar dat kan dus niet, omdat ik zo'n stom formulier moet invullen. Het is echt onzin op het hoogste niveau. Nou, heb je ook hier van die daapjes een mooi gebouw. Ik denk, nou, ga ik hier mooi iets neerzetten. Maar er woont er al iemand naast de vee. Want dan kon ik mooi verkopen. Weet je, zo word ik een beetje, een beetje gek in de server. De enige die ik nog een beetje kan vinden eigenlijk, is David en die Cookie. En die Cosmo, die mag er ook wel zijn, maar hij doet ook alleen maar zaakjes. Die wil ook niet helemaal naar me luisteren. Dus, ja, het gaat een beetje moeilijk, een beetje moeizaam in de server. Ik geef veel geld uit, maar ik word een beetje opgevallen. Dus ik moet een beetje oppassen met wat ik doe, want anders krijg ik alleen maar politie en gezeik achter me aan. En gelukkig hebben ze me nog niet opgepakt. Dus daar word ik een beetje blij van. Dat is wel ietsje fijner. Maar goed, het zal ook weer niet anders. Ondertussen heeft hier ook iemand in gevestigd. En dat is Samal. En Samal die heeft hier een best wel mooi woningje staan. Dus dat betekent dat Samal veel geld heeft. En als hij veel geld heeft en veel aanzien, wil ik wel graag met Samal omgaan. Ja, ik ben een beetje rond aan het lopen in de stad. Want ik ben een beetje helemaal gefrustreerd. Ik word helemaal gek hier af en toe. En dan ook in die wijk van die stomme politieagent, die jongen. Ja! Klootzakken is op de politie de hele tijd. Alleen maar achter me aan het lopen met die stomme auto van je oprotte, man. Stel ik je nakkers dat zijn gewoon. Hier woont de politieagent en hier woont de politieagent. Nou, in ieder geval weet ik, als ik ergens ga wonen, wordt het niet hier, niet tussen de politie. Want voor mij is dat geen goed idee natuurlijk. Want ja, het is gewoon geen goed idee. Laten we het daarop houden, want ja, het is gewoon niet zo slim. Oké, in ieder geval zo. Ik ben weer terug, ik heb mijn verhaaltje even gedaan. Ik ga even een rustig rondje gelopen. Ik ben weer afgekoeld. Ik moest het gewoon even kwijt, jongens. Sorry van deze rant. Dat ik even boos werd. Dat ik een beetje klaar mee was. Maar ik werd er ook maar een partijtje gek van hiervan, jongen. Elke keer die politie en zo. Iemand ook die David woont hier in zo'n klein huisje. Hij heeft zoveel geld. Waarom woont hij in zo'n... Nou, weet je, ik ga er ook niet moeilijk over doen. Dit is Davids huisje. Ik ben er helemaal klaar mee. Ik ga even naar mijn eigen woningje terug. Waar ik ga wonen. Ik ga ook in mijn eigen appartementencomplex wonen. Want eigenlijk wou ik een dik huis neerzetten, weet je. Een vette villa. Gemaakt van kwartstone. En mooi wit. Maar ja, hè? Gaan ze natuurlijk weer zeiken. Hoe kom je aan het geld, deel? Hè? Rotjoch, hier kom je aan het geld. En dan word ik opgepakt. Dus daar heb ik totaal geen zin in. Dus dat ga ik maar even niet doen. Ondertussen wil ik ook een autootje gaan kopen. Hey, gegroet. Hey, dat is een politieagent. Zie je? Zie je? Ja, wat is het nou? Hoi. Zie, dit is een politieagent, hè? Ik zei het toch? Dan gaan ze weer. Goedendag. Doe ik iets verkeerd, meneer agent? Weet je wat? Zie je, dan gaan hij achter me aan. Elke keer weer die agenten. Ik doe helemaal niks fout en dan gaat hij achter me aanlopen. Ik word er een beetje moe van. Ik vind het verschrikkelijk irritant. Nee hoor, ik schep rustig een luchtje. Oh ja, oké. Ja, maar zie je? Ik word stiekem in de gaten gehouden. Maakt niet uit waar ik loop. Ik ga bijna mijn huis in. Gelukkig draaide ik me om. Er stond weer een agent achter me. Ik zie hem achtervolgen de hele tijd. Jongen, ga toch weg. Nee, joh. Fijne dag. Ik ga snel naar binnen, dan ben ik van hem af. Hoppakee, doei. Zo, in ieder geval, dat bedoel ik dus. Die politieagenten lopen gewoon echt achter me aan alsof ik een honing aan mijn reet heb, joh. Ik word in de gaten gehouden, joh. Ik vind het niet fijn. Ik ga even het raampje kijken of hij weg is. Oh, ik zie sowieso zijn naam vertrekken. Jongen. Maar dat bedoel ik dus. Ik moet een beetje op mijn tellen passen, want volgens mij heeft de politie iets door. En dat vind ik niet zo leuk. Weet je, ik heb grootste plannen gemaakt laatst met David. Maar, als de politie mij in de gaten houdt, moeten we dat even uitstellen. Want als ik in de gaten gehouden word, gaat dat natuurlijk allemaal fout. En dat willen we niet. Ik wil niet in de gevangenis belanden. Zo, dus dat is in ieder geval geregeld. Die is in ieder geval weg. Ben ik in mijn huisje. Hier woont een Candy Suite. Die heeft iets gehuurd. Hieronder woont Joran. Hier wil ook nog iemand huren. Maar ga ik denk ik hier wonen. In mijn eigen huisje. Lekker in een appartementencomplex waar ik niet opval en niet meer geld uit kan geven. Als ik al gedaan heb, dat ik niet gezeik krijg. Oké, goed. In ieder geval, mensen,
Dit was eigenlijk mijn video van Mindtopia. Het was even mijn personal rant. Dat ik een beetje klaar was met de gezeik hier. Met die politieagent. Er loopt er weer iemand voor mijn huis langs, jongen. Jongen. Ik vind het een beetje spannend worden. Iedereen is hem op de hielen de hele tijd. Maar in ieder geval, mensen, ik hoop dat jullie genoten hebben van deze video. Laat een blauw duimpje achter omhoog als je het awesome vond. Laat me weten waarom jij denkt dat ik steeds zal achtervolgen door politieagenten en zoveel geklaagd krijg. De burgemeester moeilijk tegen me doet, alsof ik iets misdaan heb of zo. Laat even weten wat jij ervan denkt. Laat nog eventjes al een blauw duimpje achter omhoog. Laten we kijken of ik vandaag nog 500 duimpjes zou kunnen halen. Lijkt me hartstikke awesome. Mensen, ik wil bedanken voor het kijken. Ik zie jullie graag in de volgende episode van Mindtopia. Peace!